Als kind wilde ik graag profvoetballer worden. Daar droomde ik van. Ik droomde van elke dag te kunnen voetballen. En dat deed ik ook. En ik wilde en links en rechts kunnen schieten, zodat je nog beter werd. En mijn droom is nu nog steeds dat mensen zich echt geholpen voelen door ons. En dat we het steeds beter doen voor hen. CISA is een organisatie die mensen ondersteunt met een verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking of mensen met niet aangeboren hersenletsel. Wij bij CISA proberen te werken vanuit een aantal principes. En een van de belangrijkste principes is eigenlijk van niemand wil gedwongen afhankelijk zijn van derden. En dus ga je kijken van hoe kun je die afhankelijkheid terugbrengen of helemaal oplossen, wat soms ook lukt. Een mooi voorbeeld is mensen die eigenlijk nauwelijks een handfunctie meer hebben, zitten in een rolstoel, kunnen bijna nooit een woning binnenkomen zonder de hulp van iemand anders. Ons doel is dat we de vraagstukken waarmee mensen worstelen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven, die vraagstukken voor hen op te lossen en voor bedrijven, prachtige markt en voor kennisinstellingen hartstikke mooi onderzoek te realiseren. Dan pas ben ik tevreden.